Vandaag zoeken we iets hogere sferen op. Vlak boven het hoek van Sint in de Piste zitten namelijk de muzikanten, die elke act live begeleiden. En de orkestleider is deze man, Tino Eby. Tino Eby is niet de eerste, de beste. Dat is een bandleader die in alle grote circussen ter wereld heeft gespeeld. Ik denk aan Circus Knie, Circus Krone, Bouglion, Arlette Gruus. Alle grote circussen hebben hem geëngageerd. Maar we kennen hem vooral ook van het Festival van Monte Carlo. En als je daar met je muzikanten mag aantreden om al die wereldacts live te begeleiden, dan weet je dat je een klassenbak in huis hebt. Een grote meneer dus, die de kneepjes van het vak van jongs af aan leerde in het circus. The best school is when you want to play in circus, is the circus. Because you have to react very fast. Always watching the artists in the manege, what's happened, and fast, zack, next music. And you know, the show, or the music and the light make the point, you know. You can have the best artist on the world, when is the light not in the good moment change, the music not stop in the right moment, so it makes the point, you know, it's like a little bit in movies, for example, movie music. Many circus work with MP3 or with CD. But when it's orchestra, people see, oh, this is a different. You make ambiente, you make, it's better with orchestra. I don't say because I'm a musician, but in circus have to be a band. This is make the artist more higher, you know, the act. En of die theorie klopt, dat checken we even bij de volgende act. Oh, die ezeltjes. Jawel, ik dacht eigenlijk, meneer, dat de ezeltjes dat die dom waren. Maar dit zijn echt wel hele, hele slimme ezels. It's a new act. They were trained all the year by in Austrian. In Circus Louis Knie. He was last year here with the big carousel, and this year we are here with the donkeys. They are really clever. They are really like to play, and to it's really easy to learn them something. We hebben heel veel dieren gehad doorheen de jaren. We hebben ooit olifanten gehad, we hebben leeuwen gehad, zeehonden, giraffen. Je kan het zo gek niet bedenken of we hadden het. Maar de tijden zijn gelukkig veranderd en dierenwelzijn is belangrijk. Voor mij kunnen dieren in het circus nog altijd. Maar er zijn wel een aantal belangrijke spelregels. Sommige dieren horen gewoon niet thuis in het circus, die moet je ook niet tonen. Maar dieren die er wel in thuis horen en je laat die geen tegennatuurlijke dingen doen, dan kunnen zij voor mij. Het is ook zo dat dieren die in het circus zijn, en wij bewijzen dat keer op keer, ja, die mensen zijn daar continu bij. Zij zijn eigenlijk voortdurend in het gezelschap van hun dieren en omgekeerd. En als je bekijkt, er zijn heel veel huisdieren die eenzaam en alleen in een hokje de tijd doorbrengen of een weekend eventjes uit de box mogen, maar voor de rest in de box blijven staan. En in het circus zijn ze er constant bij. Dus het kan als dieren goed verzorgd worden en geen tegennatuurlijke dingen moeten doen. En dat is ook voor de 27-jarige Kevin dé topprioriteit. Het welzijn van zijn dieren. Zijn bed staat dan ook letterlijk op 2 meter van de stal. You need to stay with them, did their, how say, did their get contact. You have always to be contact with the animals. I'm like, how say, I'm like also one of them. I'm a donkey. I'm not a man, a person for them. I'm like them. I play also sometimes, many times outside with them, and yeah, like this is come the house. This they like so much. If you keep them bed, they are not like this. They will run away. They will jump outside. But. Maar hier is het tegendeel waar. Kevin's ezels komen zelfs spontaan knuffelen. He likes so much to house. In German you say schmoozen. If you touch him, he really crazy how much he.
En waar Kevin helemaal blij mee is, is de zee van ruimte die Sint in de piste voorziet voor de dieren. I love it, it's fantastic. It's really nice for the animals here. The town from St. Nicholas, they make everything what is possible. It's really nice to work here. It's one of the great places. And it's also nice with St. Nicholas. I really say the tradition is beautiful that they still keep here. In many towns or countries, you don't see this anymore. They try everything to make away a little bit. I like it really much. It's nice. Volgende week zoeken we opnieuw het spektakel op, want dan gaan we langs op een training van de Skating Daltons. En we oefenen mee met deze finalisten van America's Got Talent. Tot volgende week!